Hebben jullie op één gekeken? Ja, daar zaten ze weer, hè, allemaal. Ja, allemaal weer afgeven op Wilders en op die Bosma en PVV. En ja, dat is al een tijdje aan de gang, hè, dit. Ja, in kranten, op radio, op tv, overal. Allemaal gezeur tegen die PVV. Tegen de PVV-kiezer eigenlijk, ja. En dat gebeurt met een enorm dédain, vrienden. Ja, en dat komt allemaal van de gevestigde orde. Ja, die het nog maar niet kunnen verdragen. Ja, dat de democratie werkt. En, maar dat dédain, vrienden, dat weten jullie misschien van video's van mij, die ik eerder heb gemaakt, dat zit in mijn DNA en daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Ja, dat is voor mij een hele rode vlag altijd. Om daar een beetje met misplaatst, een beetje met een superioriteitsgevoel, een beetje op mensen neer te kijken. Ah, dat kan ik zo slecht hebben. En dat gebeurt dan nu weer. Over die PVV-kiezer. En dan zeggen ze, bijvoorbeeld, ja, dat zijn heus niet allemaal racisten, hoor, die daarop gestemd hebben. Pardon? Wat is dat, zeg? Hé, alsof wij zeggen dan over bijvoorbeeld alle mensen van GroenLinks en Partij voor Arbeid, dat zijn heus niet allemaal klimaatkneuzen. Nee, dat zeggen wij toch niet? Of mensen die VVD stemmen, dat zijn heus niet allemaal rijke stinkers. Nee, dat zeggen we toch niet? Nee, maar dat zeggen ze dan wel over die PVV-kiezers. Ze zeggen, ja, dat zijn heus niet allemaal racisten. Nee, en dan als ze dat gezegd hebben, hè, met zo'n toontje, dan zeggen ze erachteraan, ja, wat heeft die mensen ertoe gebracht, hè? Om PVV te stemmen. Ja, ook zo eentje. Ja, in plaats dat al die lui die dat allemaal beweren, gewoon eens even bij zichzelf te raden gaan, eventjes aan de zelfreflectie, dat is toch zo'n mooi woord in Den Haag. Nou, doe daar eens aan zelfreflectie. Hoe zou het komen? He? Waarom zouden die mensen PVV hebben gestemd? Omdat ze wanhopig waren en zijn. Omdat ze het gewoon niet meer weten. Omdat de gevestigde orde alleen maar denkt te weten wat goed is voor de burger. En dat duwen ze dan door. Ja, en dat komt misschien in de jaren 50 of 60. Toen iedereen nog naar de pastoor luisterde en de politiek. Nu niet meer. Daar hebben de burgers geen zin in. Die geven hun problemen aan de politiek. Die zeggen, dit werkt niet, dat werkt niet, hier hebben we geen zin in, daar hebben we geen zin in. En doe daar wat aan. En dat doen ze dan niet. Want ze zitten hun eigen ideetjes door te douwen, die gevestigde orde. En dan krijg je dus opstand. En dat hebben we gezien al in het verleden met Pim Fortuyn en met Baudet en met de Caroline. Dan geeft de burger aan, dit willen we niet. Punt. En dan krijg je dus inderdaad ook proteststemmen. Ja. En nu is dat weer gebeurd dan met de PVV. Ja. En dan zijn ze verontwaardigd. De gevestigde orde. Ja, dan zijn ze boos van. Ja, nou, hier snappen we helemaal niks van. Nee, ik snap. Ja. En dat is de allerergste. Ja. Ze zijn al 3-4 keer gewaarschuwd. Door de mensen, heel simpel. En nu worden ze weer gewaarschuwd. En nou zijn ze weer verbaasd. Nou, vrienden, het enige wat wij hiervan leren en wat wij nu weten, is dat zij er nog steeds niks van opgestoken hebben.